ben Anthony van Gitaartraining Studio. In deze video zullen we het hebben over een gevorderde oefening. Dus eigenlijk een oefening als je al verder staat op gitaarvlak. Ik zal eerst de oefening voorspelen en dan zullen we het erover hebben hoe best in te oefenen. Dus dit is eigenlijk een chromatische spider oefening. Ze noemen dat ook spider oefening. Chromatisch. En dat wil zeggen dat we ieder vakje gaan gebruiken. We gaan eigenlijk onze vingers vanaf het vijfde vakje met de wijsvinger tot en met de pink op het achtste vakje zetten. Dus elke vinger krijgt één vakje toegewezen. Dus de middelvinger dan het zesde vakje, ringvinger het zevende vakje, de pink het achtste vakje. En net zoals de gemakkelijkere spideroefening is dit op deze manier opgedeeld, dat iedere vinger één vakje krijgt. Nu bij de gemakkelijker spideroefening gaan we gewoon iedere noot één voor één spelen. Hier gaan we eigenlijk te maken krijgen met twee verschillende snaren. Dus we spelen iedere keer een set van snaren. En dat is in deze volgende dat we dat zullen doen. We gaan eerst de D-snaar samen met de G-snaar spelen. Dat zullen we, ik zal het straks noot voor noot voordoen. Dan spelen we de D-snaar samen met de B-snaar. Dan spelen we de A-snaar samen met de B-snaar. Wordt de spreiding tussen de snaren al groter. En op het laatst, dat is de moeilijkste combinatie, gaan we een set van twee zeer ver uitliggende snaren gaan gebruiken. Dat is de vijfde snaar, dus de A-snaar en hier de hoge E-snaar. Dat is de moeilijkste van alle sets van snaren die we hier zullen verkennen. We beginnen bij de eerste. Die is eigenlijk nog redelijk gemakkelijk. Dat is eigenlijk de twee middelste snaren die we daarvoor zullen gebruiken. De D-snaar en de G-snaar hier. Met het plectrum gaan we constant alterneren. Dus we spelen een downstroke op de D-snaar en dan een upstroke op de G-snaar. En we zullen hier met onze linkerhand beginnen door het vijfde vakje in te drukken op de D-snaar. Dat is onze eerste noot hier. En dan gaan we met de pink het achtste vakje indrukken op de G-snaar. En je ziet hier direct al dat we gaan afwisselen. We gaan die vinger niet laten staan. We wisselen constant af met onze vingers. Dus we gaan die niet laten indrukken. En de zin dat we eigenlijk een lettering situatie krijgen, dus dat de noten door elkaar lopen. Maar eerder zoals het spelen van toonladders. Dus iedere noot apart indrukken en ook weer lossen. En dit zal ervoor zorgen, daarom is deze oefening een hele goede oefening om te ondergaan en veelvuldig te oefenen totdat je hem echt goed onder de vingers krijgt. Omdat je eigenlijk op die manier ook de synchronisatie tussen de vingers oefent. En synchronisatie voor de mensen die al langer het YouTube-kanaal volgen of op de nieuwsbrief zitten, die weten dat eigenlijk een heel belangrijk aspect is van snelheid opbouwen. Dus als je op dit moment zegt van ik wil meer snelheid opbouwen in mijn gitaarspel, zou ik zeker aanraden om bijvoorbeeld te subscriben op het kanaal, dan krijg je al de nieuwste YouTube video's te zien. Of op de nieuwsbrief te abonneren, dat is eigenlijk onze Gitaarkrijging Studio nieuwsbrief. Daar gaan we heel veel dieper nog over die synchronisatie en zo kunnen uitweiden. Dus hier, wat dat we precies doen, dat zijn de eerste twee noten. Je ziet ook direct dat mijn pink niet van hier komt. En dat is ook een aspect om snelheid op te bouwen. En dan hebben we het over efficiëntie. Dus eigenlijk de kortste afstand tussen twee punten is eigenlijk een rechte lijn. En als die rechte lijn van hier komt, dan is dat natuurlijk niet zo efficiënt. We gaan onze pink heel dicht bij die G-snaar laten zweven. Terwijl dat we eigenlijk die pink nog niet spelen. En als we die dan nodig hebben, dan kan die hier gewoon spelen. En vaak een gitaartechnische term voor de mensen die het gitaartechniek werkboek hebben, dat spreken we over het mechanisme van een piano. Dus als je ooit al aan de binnenkant van een piano hebt gekeken, dan zie je al die hamertjes, die staan eigenlijk op een paar millimeter van de snaar. Drukken we een toets in en dan gaat zo'n hamertje tegen een snaar gaan kloppen en krijgen we een geluid. En het ideale beeld, ideale scenario, gaan we dat eigenlijk bij de gitaar ook gaan proberen te verwezenlijken. Dat onze vingers zo dicht als mogelijk bij de snaar zich begeven. En het moment dat we ze nodig hebben, zoals in het geval van die tweede noot in die oefening hier,
dan kunnen ze gaan ingrijpen. Nu, dat is het ideale scenario, maar er zijn natuurlijk heel veel scenario's die niet zo ideaal zijn, of waar dat het zelf niet zo belangrijk is. Als de snelheid en de efficiëntie niet van belang is, en we spelen gewoon wat blueslicks of zo, dan is dat eigenlijk ook allemaal niet zo belangrijk. Maar hier, voor de snelheid te krijgen van de vingers, de synchronisatie, is het wel van belang om er eventjes bij stil te staan. Dus dat zijn de eerste twee noten. En dan eigenlijk al de andere noten in die eerste maat, die gaan zo. Dat is eigenlijk een ascending chromatic line. Dat wil zeggen, ascending, we gaan stijgend spelen in toonhoogte, chromatisch vakje per vakje. Dus we gaan de noten op de D-snaar eventjes overlopen. Dat is hier het zesde vakje met de middelvinger, het zevende vakje met de ringvinger en het achtste vakje met de pink. En op de G-snaar is dat de wijsvinger, vijfde vakje, middelvinger, zesde vakje, ringvinger, zevende vakje. Als je daar moeite mee ondervindt, dan kun je wel gaan kijken naar de plaatsing van de duim. Dat is echt wel een belangrijke plaatsing. Die moet echt onder de hals gaan staan. Ongeveer tussen de wijsvinger en de middelvinger, afhankelijk van de grootte van je hand en andere anatomische details natuurlijk. Iedereen is anders. Je kan daar zeker mee experimenteren, maar die moet ongeveer zoals een kromme banaan aan de achterzijde staan, onder dus de hals. Als dat niet zo is en die staat helemaal daar, dan wordt het moeilijker om die te bewegen. Of als je hem rond de hals legt, dan wordt die oefening ook veel moeilijker. Wat je ziet, mijn pink gaat direct in een holletje kruipen. Dat wil niet zeggen dat we nooit zo mogen spelen, maar zeker bij het oefenen van dergelijke zaken is het heel belangrijk om hem zo te spelen. Dus dat is de eerste maat van die oefening. Eén keer dat je die wat hebt ingeoefend, dan zou ik zeggen, oefen er nog wat meer op, want het is goed om deze eerst onder de vingers te krijgen. Als je dan eigenlijk naar een volgende set van snaren gaat, dus in dat voorbeeld was dat hier de D en de B-snaar, dan ga je zien dat het voor de rechterhand, of plectrumhand, dus voor de linkshandigen niet te discrimineren, ook moeilijker wordt. Want we gaan eigenlijk een grotere string skip noemen we dat doen. Een grotere sprong tussen de snaren hebben. En dus de linkerhand vingerzetting blijven exact dezelfde, maar we gaan eigenlijk een snaar opschuiven. Dus dat wordt dan ook. Ik kan de tablatuur volgen, maar zoals dat je ziet, gaan we eigenlijk exact dezelfde vakjes indrukken. Maar dan in plaats van op de G-snaar te spelen, gaan we al die noten die we dat juist op de G-snaar hebben gespeeld, op de B-snaar leggen. En de oefening tot maat 2 hier is dan al deze. En ik speel het nu wel snel, want ik heb die oefening al veelvuldig ingeoefend. In het begin zal dat waarschijnlijk zeer moeizaam zijn. Maar dat is ook belangrijk om daar door te gaan en om geduld te hebben. Zoals in het gitaartechniek werkboek uitgelegd, die op de website gitaarles.be staat. Het is eigenlijk heel belangrijk om ook traag te oefenen. Op een manier waarop dat we eigenlijk zonder tempo oefenen. Dus eigenlijk slow motion. Denk dat je in de ruimte zit en dat er geen zwaartekracht is. En je kan niet snel spelen. Dat is eigenlijk de manier waarop dat we dat in het begin best inoefenen. Zeker niet sneller dan een paar seconden per noot. Omdat je lichaam moet eigenlijk die automatismen kweken en dat kan maar komen door de juiste input te geven. Dan zal het ook de juiste output geven, zoals een computer. Je spieren gaan alles onthouden wat je hen leert, maar ze moeten wel de juiste input krijgen. En als je te snel gaat oefenen en er zitten van allerlei slordigheden in, dan gaat het natuurlijk niet lukken. Dan krijg je ook een slordige output, zeg maar. Dus automatismes kweken, zeer belangrijk om dus slow motion te oefenen. En dan gaan we eigenlijk dezelfde oefening nog een keer doen tussen de volgende set van snaren. Dus dat was dan de A-snaar en de B-snaar. Dus ook terug, we verplaatsen nu de noten die we daar juist op de D-snaar spelen, verplaatsen we nu naar de A-snaar. En ik zeg noten, ik bedoel eigenlijk de vakjes die we daar juist hier, de exacte locatie die we iedere keer indrukken op de D-snaar, gaan we nu op de A-snaar indrukken en dat wordt dan dit. Nu
Je merkt ook direct al een stuk moeilijker voor de rechterhand. Deze zou je ook kunnen afzonderlijk kunnen oefenen. Dat je zegt van, ik ga eerst gewoon die oefening eventjes gaan oefenen. Of dit stuk van die oefening. Op de, met de enkel plectrumhand. En daar de focus eventjes leggen. En dan als je de linkerhand er terug bij gaat spelen. Dan wordt het ook weer simpeler. Want we gaan één stuk isoleren. En dan terug bij de hand. Bijeenbrengt. Zoals pianisten vaak oefenen, gitaristen slaan dit stuk vaak over, maar het zijn de goede gitaristen die dat ook wel doen, iedere hand afzonderlijk oefenen. Niet onbelangrijk als je echt goed op de gitaar wil worden. En dan hebben we de vijfde snaar en de hoge E-snaar. Dat is tot slot dus de moeilijkste, want hier hebben we de grootste string skip. Je zult ook merken, voor de linkerhand wordt het hier het meest uitdagend. Dat is dan eigenlijk de oefening hier. Hetzelfde terug in plaats van de noten of de vakjes die we indrukken op de B-snaar van daarnet. Hier op de B-snaar in te drukken, gaan we die dan verplaatsen naar de hoge E-snaar. En zoals ik zei, je kan gewoon de tablatuur volgen dat je hier op het scherm ziet staan. Op de video, als je het leuk vindt, zeker even een thumbs up geven. En neem ook even een kijkje op de website gitaarles.be. Daar vind je eigenlijk een volledig gratis downloadbare hit over hoe dat je sneller kunt gitaarspelen. Met tips en tricks om eigenlijk de snelheid van je gitaarspel te doen vermeerderen.